Ik zeg altijd, de hoogste functie is een chirurg. Die verdient misschien 10 keer meer dan mij. Maar zonder mij zou hij zijn werk niet kunnen doen. En velen met mij schoonmakers, die zijn trots op hun werk. Studio Solidair op Manifiesta. Met Khadija Hiati en Lieselot de Grote. Goedemiddag iedereen, ik ben Lieselot de Grote en we zitten hier in de Studio Solidair live op Manifiesta. Ik zit hier samen met Khadija Hiati. Zij is een schoonmaakster die woont in Nederland. Zij is voorzitter of president van het schoonmakersparlement en zeer actief in de vakbonden in Nederland in de schoonmaaksector. Dus welkom Khadija. En ik ken jou eigenlijk voornamelijk als vakbondsvrouw, maar ik vraag me af, als je niet aan het schoonmaken bent, als je niet in de vakbond bent, niet in het schoonmakersparlement bent, wie ben jij daarnaast? Wat doe je zoal thuis? Wat zijn je interesses, je hobby's, je dromen? Nou ja, ik ben ook moeder natuurlijk. Als ik thuis ben, dan zorg ik voor het huis en de kinderen. Mijn hobby's zijn eigenlijk ook van lezen, dus als het kan pak ik graag een boek. En ik blijf altijd actief, zeg ik. Dus ik ben buiten de vakbond ben ik ook actief binnen andere organisaties, zoals de platform Wereldvrouw. Dat trekt me heel erg om toch bezig te zijn om eigenlijk samen een betere maatschappij te kunnen creëren. Oké, je trekt zich een beetje door naar thuis, naar, ook naar je huisleven. Ja, absoluut. Okay. En wanneer ben je dan, toen je begon te werken, hoe ben je in de schoonmaaksector terechtgekomen? Was dat iets dat je graag wou doen? Ik heb altijd eigenlijk iets anders gedaan. Als modinette, ik heb huishoudelijk school gedaan. Dus modinette is iemand die kleding ontwerpt en ook maakt. Maar toen kreeg ik kinderen, want het was een job van 8 tot 5. En dat kon ik niet combineren met mijn kinderen. Dus heb ik gekozen voor een parttime baan en kon ik bij mij in de buurt in een ziekenhuis gaan werken als schoonmaakster. Ja, dat van die kleren ontwerpen, dat zie ik wel, want je bent een super stijlvolle vrouw. En hoe lang werk je dan nu in de schoonmaaksector? Sinds 2003. En jouw eerste ervaringen in de schoonmaaksector, jouw eerste werkdagen, hoe verliep dat eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ervaren van ik dacht altijd, ik ga in het schoonmaak werken, in het ziekenhuis. En dus een bijdrage van je omgeving was leuk. En mensen, je ziet dat je werk doet wat belangrijk is. Maar ik ben wel geschrokken van de houding. Ja. De houding, of het nou van je leidinggevende, maar ook de mensen om je heen. Ik ben zelf wel, ik praat graag, ik ben sociaal. Dus als iemand geen goeiemorgen terug zegt, dan zeg ik dat nog een keer. En dan wordt ze vanzelf wakker en dan zeggen ze goeiemorgen terug. Maar ik zag bij mijn collega's die dan gewoon doorliepen, omdat de ander dan niet teruggroette. En ik zag letterlijk de schoonmaakbranche dat die onzichtbaar was. En daar schrok ik wel een beetje van. Dus je voelde dat eigenlijk al in die eerste dagen van jou? Ja, in mijn eerste dagen had ik zoiets, klopt dit? Is dit altijd zo geweest? Ik had nooit in mijn achterhoofd van schoonmaakwerk is geen onbelangrijk werk of wat dan ook. Mm-hmm. Ik ben een schoonmaakster, maar ook trots. Draag ik ook de trots om die schoonmaak. Ik heb gekozen voor die job. Maar toen ik daar echt de behandelingen naar de personeel toe vanuit leidinggevende en mensen om je heen, daar schrok ik wel een beetje van. Maar dat heeft me ook toegedwongen om eigenlijk een beetje te gaan uitzoeken van hoe en wat en waarom en actief worden in de schoonmaakbranche. Ja, ja, ja. En je zei net ook van je bent echt trots op je werk, hè? Je doet het graag. Ja, absoluut. Het is werk waar je eigenlijk het ziekenhuis. Ik zeg altijd, de hoogste functie is een chirurg. Die verdient misschien 10 keer meer dan mij. Maar zonder mij zou je zijn werk niet kunnen doen. Dus dat is iets om trots op te zijn. En ook je bijdrage aan de maatschappij, absoluut. Dus ik ben, velen met mij schoonmakers, die zijn trots op hun werk. Als je zo trots bent op je werk, mag ik er dan vanuit gaan dat jij de Internationale Dag van de Schoonmaker stevig viert? Ja. Wat doe je zoal op die dag? Nou ja, de viering van ons is eigenlijk ook wereldwijd. En zoals afgelopen Day of Cleaners wordt dat genoemd. Hebben wij de Zwarte Boek uitgebracht. En de Zwarte Boek binnen onze organisatie, zeg maar, de schoonmaak. Vanuit de vakbond, maar ook de kaderleden die actief zijn. Tot heden, zelfs na 10 jaar strijd, is respect soms ver te zoeken. Dus daar zijn gewoon een aantal incidenten wat vanuit werkgevers naar schoonmakers, zoals
als mensen ziek melden, dat ze worden geïntimideerd en dat de loon verschilt iedere keer. Allemaal incidenten hebben wij opgeschreven en overhandigd aan Schoonmakend Nederland. Dat zijn de bazen van, zeg maar, schoonmakenbedrijven. En vanuit daar is er eentje naar voren gekomen die extreem echt de omgang met personeel heel erg is. En dat is een hele grote schoonmakenbedrijf wereldwijd bekend, dat is CSU. En daar hebben we de zwarte boek aan overgehandigd en hopelijk doen ze daar wat mee. Oké, hoe waren hun reacties toen je het overhandigde? Ten eerste was die SC's dus zelf er niet, dus die wou niet aanwezig zijn. Maar de OSB's, dat is zeg maar de soort vakbond van de schoonmakers, die heeft hem in ontvangst genomen. En die hebben beloofd om er daar wat aan te doen. Ze gaan het bestuderen en hopelijk horen wij er meer van. Ja, dan hoop ik maar dat hij zijn belofte waar maakt. Ja, dat hoop ik ook, want straks gaan we weer onderhandelen over het CAO en dat gaat zeker naar voren komen. Oké, dus die internationale dag van de schoonmaak, dat is echt een dag van strijd eigenlijk, als ik het zo hoor. Eigenlijk een dag van strijd, ja. Kan je daar de geschiedenis eens een beetje van vertellen? Is dat altijd zo geweest of was het ooit ook een dag om feest te vieren? Nou ja, eigenlijk is het altijd als strijddag begonnen, want het is in Amerika begonnen. Zijn de schoonmakers de straat opgegaan en die waren echt bruut behandeld aan mishandelingen door de politie en alles. En toen is het echt de dag van de schoonmakers geroepen ook en de strijd van... ondanks alles zijn ze doorgegaan en toch de rechten hebben gehaald wat ze wouden. En toen is het de internationale Cleaners Day eigenlijk geboren. Het doet me een beetje denken aan 8 maart, dat is de internationale dag van de vrouwenrechten. En dat wordt ook vaak omschreven als een dag van feest waar vrouwen een bloemetje krijgen of een doosje pralines. Ja. Maar die eigenlijk een dag van strijd is. Het is eigenlijk een dag van strijd, omdat je nog steeds dat je die dag naar voren brengt en nog steeds de obstakels en dan voor de vrouw tot heden bestaan. Dus alle feestdagen denk ik meestal is het toch dat je daar een strijd dag van gaat maken. Dat vind ik ook met 1 mei. De dag van de arbeid. Zeker. Dat is ook dat is voor mij een dag om niet de arbeid te vieren, maar echt een strijddag om juist nog die dagen naar voren te brengen wat nog steeds misgaat binnen de arbeid. Je komt soms in aanraking met Nederlandse politici, hè? Ja, heb ik al een beetje gezien. Ik heb daar een heel tof filmpje van waar we heel eventjes naar gaan kijken om je herinnering een beetje op te frissen wat je daar precies deed. Voilà. Als ik weinig tijd heb, want ik moet om... Onder de verdeling beter kan en moet. Onder de werkenden en ook gewoon, wij hebben laten blijken dat we heel belangrijk zijn. Vele sectoren, vooral in deze tijd vandaag. Hé, hey, dankjewel. Okay. Hey, dank. Ik geef aan een collega, maar we gaan zelf opeten. Nou, daar heb ik symbolisch een taart aan onze minister-president aangeboden. Ja. Omdat er binnen Nederland eigenlijk de taart oneerlijk wordt verdeeld. Ja. We noemen onze economie en de taart hebben wij als symbool gebruikt. Ja, wat was zijn reactie eigenlijk? In het filmpje zien we het al een beetje. Hij lacht het zo precies wel weg. Ja, hij lacht het eigenlijk weg en zegt, nou ja, prima. En ik zei nog van, ik wil dat u het eerlijk verdeelt. Ja, gaan we doen. Maar ja, als je gaat kijken naar de realiteit, is het helemaal niet eerlijk verdeeld. Inderdaad, dus een symbolische actie met de koek beter verdelen. Ja, de koek, ja. Waar moeten we daarmee beginnen? Waar liggen de ongelijkheden volgens jou? Waar zit er meer taart dan er zou mogen zijn? En waar is er te weinig koek of te weinig taart? De meer taart zit daar bovenop. En juist de banen, de mensen die dan keihard werken. En of het nou de schoonmakers, de zorgverleners, postbezorgers. Is te veel om op te noemen. Moet een klein stukje met elkaar verdelen. En dat is in loon. En dat is ook in werkendruk. En dus die taart is symbolisch. Het is niet alleen voor loon, maar ook van gewoon hoe je met die mensen omgaat. Maar wie zorgt er eigenlijk voor in de eerste plaats dat die koek er is? Wie is dat die koek maakt? Eigenlijk wij. Mensen die daar werken, daaraan werken. Kijk maar, als we het gaan gelijken en het grootste vergelijken is de coronacrisis. De meeste directeuren, of het nou van schoonmaakbedrijven of van ziekenhuizen, die konden vanuit huis werken. Maar de mensen op de werkvloer, die moesten wel de virus tracteren en toch de straat opgaan en toch naar hun werk gaan. Of het nou de verpleegster is of de schoonmakerster. Of de postbode, of de winkelbediende. Dat zijn de mensen die het land draaiend houden. Ja. En dat is gebleken. En dus inderdaad ook die koek maken. Ja, en die koek ook maken. En toch
En blekt. Toch, als we die koek gaan verdelen, krijgen wij een heel klein stukje met z'n allen en de rest blijft daar. Maar hoe komt dat, denk je? Is dat, wat kunnen we daaraan doen om die koek terug eerlijk te verdelen? Ja, het enige wat je kan aan doen, toch moed verzamelen en elkaar steunen aan actie voeren. Dat is het enige. Het enige is je woord. En het enige is die woord naar voren brengen. En we beginnen dan met die taart, maar ook mensen stimuleren om gewoon toch een zegje te kunnen doen. En samen de strijd aangaan. Ongeacht of je nou een verpleegster bent of een schoonmaakster of een winkelbediende of wat dan ook. Maar samen de strijd aangaan en dan weet ik zeker dat we gaan winnen. En dat die taart dan eerlijker verdeeld wordt. Oh, super hoopvolle boodschap, vind ik heel mooi. In het filmpje zag ik een heel strijdvaardige vrouw. Je gaat daar zomaar als schoonmaakster even een taart afgeven aan een toch zeer bekende politicus, die ook heel populair is in Nederland, ja, vrees ik. Hoe voelt dat om dat zo aan zo'n politicus te gaan afgeven? Wat gaat er door je lijf? Wat denk je op dat moment? Ben je zenuwachtig? Niet meer. En weet je, ik zie hem ook gewoon van oké, het is de minister. Maar er zijn zaken die ik beter doe dan jou. Sorry minister, want ik ben er voor de mensen en ik probeer mijn ding te doen. En dat maakt mij wel om te zeggen van oké, ik zie de buiten, ik zie gewoon wie je bent. Weet je, als mens, maar oké, als minister. En jij wilt land leiden, maar je leidt op een andere manier. En dus ik trek me dan niet terug om te zeggen van ik durf het niet of ik schaam me of... En ik zeg ook één woord wat dan de schoonmaakbazen vaak vragen aan mij. Khadija, ben je nog niet klaar? Nee. Zolang ik de straat op moet voor een beetje respect en waardering. En respect en waardering is niet in woorden uit te brengen. Dus dan ga ik de straat op. Ben ik ook niet bang voor jou. Niet voor de directeur van het schoonmaakbedrijf, maar ook niet voor de minister-president. Mm. En dan doe je het gewoon. Dan doe je het gewoon. Ja. Zat dat altijd al in jou, zodat die dat willen vragen, dat willen eisen van dat respect? Of is dat iets dat gekomen is door het werk in de schoonmaaksector of ja, jouw vakbond? Ja, ook. Dat is echt naar voren gekomen door het werken. Ik ben wel altijd iemand die, ik hou niet van mensen onderdanig houden. Ik hou niet van mensen anders zien. Hè? Dus ik zie altijd iedereen het gelijke, ongeacht wie er is. Maar toen ik in de schoonmaakbranche kwam en zag eigenlijk hoe echt de omgeving met schoonmakers omging. Maar ook mensen die zich dan bijvoorbeeld, ook vaak bij familieleden, niet durfden te zeggen dat ze in de schoonmaak werkten. En dat kwam gewoon omdat de schoonmaakbranche had een slechte naam. En dat heeft mij wel toe gedreven om actief te worden en te zeggen, ja, als ik ergens... En natuurlijk samen met de vakbond, hè, want de vakbond kwam op de werkvloer en praatjes gemaakt. De tijd dat ik echt strijdbaar ben geworden is sinds 2009. Ja. Toen was de eerste zaak in op Schiphol en toen zag ik dan, toen dacht ik, nou, dat kunnen we niet maken in een ziekenhuis. Maar patiënten, de kamer moet schoon, maar toen op een gegeven moment dacht ik, ja, juist in een ziekenhuis. Eigenlijk soms moet je het laten voelen zodat mensen naar je luisteren. Ja, en ja, dat is een beetje eigenlijk de stap naar actief zijn en nog steeds. Ja. En ik ga alleen maar door. Het waren mensen van de vakbond die met jou in contact kwamen op de werkvloer. Toen waren in die tijd mensen die kwamen bij ziekenhuizen en andere objecten waar schoonmakers werkten. Die kwamen dan kijken van hoe gaat het op de werkvloer, wat zijn de punten, wat zijn de obstakels. En zo ben ik ingerold geraakt en... eigenlijk ook actief in de vakbond. Ja. Ik was al een beetje actief met mijn collega's. Van als ze het niet durven, dan dacht je feit. Vraag, nou ja, het is je recht, doe het gewoon. Ik had het al een beetje in me. En achteraf heb ik gehoord, hebben ze gevraagd, wie vertrouwen jullie, wie? Nou, iedereen riep Khadija. Je was een beetje de vakbondsafgevaardigde op jouw werkvloer, zonder dat je het zelf misschien wist. Ja, eigenlijk wist ik niet eens, maar ik was al een beetje actief. Ja. Fantastisch, dus het zit eigenlijk echt in je hart en in je nieren. Ja, absoluut. En ik doe het echt uit mijn hart. Ik zeg altijd, je moet me geen briefje geven. Ik ga niet voor lezen. Vraag maar raak. Ik antwoord en dat komt uit mijn hart. Mm-hmm. Ja. En wat heeft jou, is er dan zoiets dat jou zo echt over de streep heeft getrokken om jou te activeren? Dat je echt zei van, nu is het echt genoeg. Dit is de laatste druppel. Ik sluit me aan bij de vakbond. Ik ga staken. Ja, dat gebeurt is echt gebeurd. En vergeet ik nooit, ook in het ziekenhuis. Zoals ik vertelde, ik ben in het ziekenhuis werkzaam. En ik werkte overdag van 8 tot 12. En dat deed ik bedden schoonmaken. De patiënten gingen naar huis, bedden schoonmaken, weer opmaken.
En een keer hadden ze iemand in de avond nodig en er werd een collega ziek. Toen zei ik, nou prima, ik wel wil voor een keer invallen. Samen met een andere collega. En 's avonds doe je dan een soort kantoren waar de artsen eigenlijk nog even werken of wat dan ook. En meestal zijn ze naar huis. En die dag klop ik bij iemand aan en ik zeg, ja, het is schoonmaak, mogen we de kamer doen? Nu even niet, hij was in bespreken. Ik doe die deur dicht en ik hoor echt achter de deur letterlijk, die ander vraagt, wie was het? En hij riep, oh, maar de schoonmaak. Die woord maar, dat is nog steeds, dat kan me de kriebels geven. Ja, ik kreeg er zelf ook weet je? En dan dacht ik, oh mijn god, weet je? En ik was heel vriendelijk, hè? Maar hij had ook kunnen gewoon zeggen, de schoonmaker. Zo, wat dan? Maar de schoonmaak, en dat heb me echt over de streep getrokken om te zeggen, weet je wat, ik wil hier meer van maken. En niet, ik ben niet maar de schoonmaker. En hoe ging het dan die eerste stakingsdag? Hoe verliep die? Dus het was echt die... voordat je natuurlijk de eerste stakingsdag, dan ben je alle binnen de vakbond. Dat was echt het gevoel dat je dan... Je gaat met de bus samen met mensen die voor iets strijden. Het geloof dat je samen iets kan bereiken. En als je dan op een gegeven moment op een plek komt en een massa ziet. En zoals zie je dat je dan de mensen ziet en zo. Dan denk je, ja, dat is fantastisch. Dat geeft je echt gewoon de moed om ook gewoon te zeggen, oké, ik ben niet alleen. We doen het samen. We doen het met z'n allen. Man, vrouw, kleur. Ongeacht, en dit gaan we lang volhouden. Ja, absoluut. En dat zijn we nog steeds aan het doen. Je bent president van het schoonmakersparlement. Nu, ik moet zeggen, toen ik dat las, dacht ik, hoe werkt dat? Een schoonmakersparlement. Ik kon me niet zo goed inbeelden hoe het precies werkt, wat het is, wat het doet. Kan je eens kort vertellen wat het betekent, het schoonmakersparlement? Ja, het schoonmakersparlement is eigenlijk na de staking van 2010 in het leven geroepen. Ook vanuit de vakbond en vanuit de mensen die actief zijn binnen het schoonmaak. Van als we mensen willen betrekken, hoe doe je dat? Want als ik zeg maar aan die tafel zit, want daarvoor zat ik niet aan die tafel, zaten alle mensen vanuit de vakbond die dan onze wensen meenamen. Ja. Van als je echt mensen wil betrekken, dan moet je iets creëren waar je iedereen bij betrekt, waar als schoonmaakt van Nederland. Dus zo is het parlement ontstaan. In het parlement zitten mensen uit Den Haag, zitten mensen uit Groningen, zitten mensen uit Amsterdam, Utrecht. Dus van alle hoeken van het land zitten schoonmakers die dan gekozen worden in hun eigen stad om in het parlement te zitten. En in het parlement zelf wordt de regering, echt letterlijk een regering van 12 mensen, gekozen door mensen die actief zijn in de vakbond. Niet mensen die werken voor de vakbond. Dus die parlementsleden zijn allemaal mensen die actief zijn in de schoonmaak. En vanuit die 12 wordt dan ook president gekozen. En ik ben al 4 keer herkozen. Oh, ik weet nu of dat mag, maar proficiat. Ja, sinds 2012 zeg maar, zit ik echt trek ik aan de kar. En dat doe ik nog steeds. Doe ik heel graag met plezier, maar ook met een rugtasje van mensen hebben vertrouwen in je dat eigenlijk de wensen meenemen. En in het parlement. Dus als we gaan onderhandelen, wordt in het parlement besproken, oké. In het hele land worden eerst bijeenkomsten gehouden. Mm-hmm. Onder de leden in het schoonmaak. Die gaan dan naar het parlement. Het parlement kiest daaruit de 5 crucialen. En die gaan mee naar de onderhandelingstafel. Okay. Dus eigenlijk, het is niet een nadeel van de vakbond. De vakbond doet zijn werk. Maar de kracht zit hem in die mensen die eigenlijk het werk doen op de werkvloer. Ja, zeker en vast. Dus je hebt met het schoonmakersparlement echt een heel rechtstreekse band met de werkvloer. Eigenlijk rechtstreeks op het terrein ga je de eisen halen. Ja, die zijn mensen van de werkvloer. In het schoonmakersparlement zitten mensen die in het schoonmaak werken. In ziekenhuizen, in treinen. Die vertegenwoordigen weer een groep. Dus alles wat we dan aan die tafel bespreken, komt van die mensen. Het is niet van, het komt er niet alleen vanuit de vakbond en daarna de vakbond naar voren komt en zegt, ja, we kunnen dat binnenhalen en dit niet. Nee, het schoonmakersparlement beslist wat is voor ons belangrijk. En willen wij door? Willen wij, zeg maar, als we punten naar voren brengen, zijn het ook altijd vragen. Stel je voor, we weten altijd is er onderaan, gaan we dan de straat op. En als er dan wordt geroepen dat de straat op gaat, dan weet je zeker dat de straat op gaat. Maar als je president bent van het schoonmakersparlement, mag ik jou dan officieel een politica noemen? Of ben je dat toch nog net niet? Nee, dat ben ik nog net niet. Ik ben politica, maar dat binnen mijn eigen branche en een eerlijke hopelijk.
Zeker en vast. Niet zo eentje als Mark Rutte. Nee, die, nee, absoluut niet. Okay. Zoals je in ons gesprekje had dat benoemd, dat eigenlijk Nederland meer van polderen was. En dat hebben echt de schoonmaker laten zien dat het anders kan. En dat onderbroken. En gelukkig veel sectoren gaan mee ook in die van eigenlijk polderen is niet van deze tijd. Sommigen noemen het juist van deze tijd, maar het is niet meer van deze tijd. Even voor de mensen die luisteren of die kijken. Polderen, dat is een beetje hoe de Nederlandse vakbonden het aanpakken. Hè? Het onderhandelen met werkgevers, met de politiek. Ja. En het polderen wil eigenlijk zeggen heel veel heen en weer, heel veel schipperen. Ja, en gepraat. En, heel veel gepraat. En ook met de mensen die eigenlijk niet van de werkvloer komen. De mensen die dan eigenlijk voor jou gaan polderen. En daar hebben we echt gezegd, daar doen wij niet aan mee. Okay. Natuurlijk moet je het gesprek aangaan. Natuurlijk ga je aan de onderhandelingstafel. Maar wel met de gedachte dat je de mensen meeneemt en met actievoeren. Okay. Want actievoeren loont. Dat is het enige. Ja. Dat is het enige wat verandering brengt. Je stem laten horen. Want als je binnen kamers, dan weet de maatschappij ook niet wat er gebeurt. Ook mensen om je heen. Hoe lukt dat om mensen te organiseren en te activeren, te overtuigen van je moet mee op straat komen als ze eigenlijk al in zo'n onzekere situatie zitten met een onzeker contract of de onzekerheid van misschien gaat mijn baas mij morgen wel ontslaan als ik mee op straat kom? Ja. Wat je nu benoemt is altijd echt een punt, zeg maar, wat ook binnen onze eigen. Want je hebt natuurlijk mensen in de branche die gewoon vaste banen hebben en zelfs die soms durven niet te uiten. Maar we hebben ook mensen die dus flexwerkers zijn, mensen met een paar maanden contracten en die dan wordt verleend. En dat blijft altijd heel moeilijk, maar toch het enige wat helpt is het gesprek, één op één gesprek, het gesprek met de groep, het gesprek als je toch niks laat, beter wordt het niet. Mm-hmm. En dat is wat vaak mensen toch naar voren brengt van wat kan ik verliezen? Ik kan mijn baan verliezen. Of ik kan mijn waardigheid verliezen. En soms zie je toch mensen, ik ga voor mijn waardigheid. En ik ga toch me steunen, ondersteunen door anderen. En het blijft moeilijk, maar het werkt wel. Okay. Want de waardigheid behouden is toch zeggen van, ik pik het niet meer. Ik ga niet meer onder die loon werken. Of ik ga niet meer onder die druk van werken en doen wat ik eigenlijk niet meer kan. Ja. Maar wat wel helpt, is als je het samen doet en zodra je iets binnenhaalt, al is het iets kleins, dat geeft mensen zoveel kracht om te zeggen, ik kan het, ik ga door. Dus het is echt gewoon kleine overwinningen, al is het binnen je eigen pand. Dat zijn dingen die mensen toch zeggen van, oké, het helpt om samen iets te doen. En dan brengen ze toch even over die streep. Er zijn, zolang dat die beroepen niet gewaardeerd worden en niet het respect krijgen dat ze verdienen, denk ik dat er nog veel, veel werk aan de winkel is. Absoluut. Was voor jou de volgende stap in het vakbondswerk, in het schoonmakersparlement? Komen er nieuwe stakingen aan misschien? We zijn niet stil. We gaan door en we gaan zeker ons van laten horen. En absoluut. Jullie gaan zeker van ons horen. Het is niet alleen de schoonmaker, maar de onmisbare. De onmisbare. En dat zijn eigenlijk de essentiële die beroepen. Ja, inderdaad. Als we hier in België naar voren kwamen tijdens de coronacrisis, bij jullie spraken ze van de onmisbare, de cruciale beroepen misschien ook? Bij ons sprak ze van de minister-president. President heeft een hele lijst gemaakt. Dat zijn de mensen die het land erin houden. Hij zei het letterlijk, maar woorden zijn geen daden. Hij zei letterlijk, en het staat echt op een lijst, alle beroepen die gewoon door moesten gaan in de crisis, is gebleken dat zijn de beroepen die eigenlijk het land draaiend houden. Een betere woord kan je niet verzinnen. Inderdaad. En het is ook, wij hebben gezegd, minister-president, u heeft geklapt, u heeft de woorden gezegd en nu willen we de data zien. Mm-hmm. En de eisen zijn heel simpel. We willen een echte standbeeld voor de onmisbare. We willen gewoon loon dat iedereen van kan leven. En we willen gewoon de werkdruk weg, dat de verplegers hun werk kunnen doen zonder te denken van als ik val, wie gaat deze meneer helpen? Je wil eigenlijk als onmisbaar behandeld worden. Ja, absoluut. Ja. Kan ik me voorstellen, want dat is niet wat nu gebeurt. Ik word wel onmisbaar genoemd, maar ik word heel anders behandeld. Ja. Wanneer ga jij denken, nu leg ik de strijdbijl neer, nu is het gedaan, nu heb ik alles wat ik wou, of alles wat ik wou voor andere mensen ook, gewonnen. Nu is het
Nu is het gedaan. Nu is de strijd gedaan. De vraag wordt ook van mijn gezin vaak gesteld. Wanneer ben je gewoon thuis? Nou ja, ik zeg altijd zo dat de dingen niet helemaal gaan hoe het moet gaan. Ben ik daar. En veranderen in één dag, dat is ook niet reëel om te zeggen. Binnen 2 jaar is het allemaal goed. Maar zo lang oneerlijkheid in de wereld is, zolang de mensen die daar wat nodig is ongewaardeerd worden, blijf ik doorgaan. Ik denk dat ik nog een... Als mijn gezondheid toelaat, ben ik nog een paar jaar bezig. Ja, inderdaad. Als ik de foto's zie van de betogingen, ik zie mensen van overal. Ik zie mensen jong, oud, vrouwen, mannen. Ja. Hoe is dat om hen allemaal samen te krijgen? Want het is heel veel identiteiten bij elkaar. Hoe verloopt dat? Onze strijd, dat is wat ons samenbrengt. Onze strijd, onze kracht om samen dingen te kunnen bereiken. Want daar kijk je niet naar bruin, wit, zwart of geloven of gender. Iedereen is daar voor één doel. En dat maakt ons sterk, denk ik. Want ook onze parlement, als je foto's van ons parlement hebt gezien, dan zie je echt kleuren. Dat is prachtig, ja. Dat is echt, dat is denk ik een symbool voor ook gewoon hoe de maatschappij is. Ik wil even mijn hoedje afdoen voor jou, Khadija. Ik heb geen hoedje op, maar ik denk dat ik bedoel. Chapeau, zeggen we in België. Dat is hoedje in het Frans. Ja. En, want je bent hier in Nederland opgegroeid, maar wel als een vrouw met migratieroutes. Want mensen hebben nog wel eens de neiging om minder te luisteren naar vrouwen. Ja. En minder te luisteren naar mensen met een migratieachtergrond. Je bent en vrouw en je ziet er anders uit. Migratieachtergrond en vrouw. Dat zijn twee dingen die eigenlijk al in de maatschappij een andere rol krijgen. Maar ik laat me daar niet van weerhouden. Alles wat om me heen gebeurt. Als ik zie dat mensen denken van oké, wie is dat nou weer en wat komt ze zeggen? Dan sta ik daar en ik doe mijn zegje. En ik moet eerlijk zeggen, achteraf, ik heb nog niet echt meegemaakt dat ze negatief waren. Dus dat is wel fijn. Maar dat denk ik komt ook gewoon door die doorgaan, die vermogen om die strijd gewoon aan te gaan. Dat maakt je sterk en dat geeft je het gevoel, ik kan over iedereen heen. Ja, want ook als vrouw. Ook als vrouw. Het is ook niet makkelijk om je te engageren, denk ik. Je hebt vaak, dat is gewoon de realiteit waar veel vrouwen in vallen. Tuurlijk, het huishouden, tuurlijk. Waar wordt verwacht van je verwacht dat je en moeder bent en... Daarnaast je werk. En daarnaast je werk en daarnaast je actieve rol binnen je vakbond of iets waar je vertegenwoordigt. Ja, maar heb je tips voor vrouwen die misschien twijfelen om zich te engageren of die denken van, ik weet niet of ik kan combineren? De tips is gewoon wat vaak van vrouwen. Ja, maar die kinderen komen van school en meestal ben je niet alleen. Dus die andere helft die kan ook iets oppakken en gewoon doen. Want als we echt moeten vragen van ik wil daar naartoe en kan jij het overnemen? Nee, ik ga daar naartoe, neem jij het even over. Want ik sta voor iets waar we bereiken. Wat vaak bij je vrouwen ziet en vooral vrouwen met een andere migratieachtergrond. Die dan echt terughoudend zijn om de strijd aan te gaan. Omdat ze ook thuis een strijd hebben. Dus overwin die thuisstrijd eerst. Dat is de eerste strijd wat je moet overwinnen. Want dat kan niemand voor je doen, maar helpen jij zelf. Mm-hmm. Dan kun je strijd buiten, als zou je er ook over winnen. Je wordt als vrouw verwacht van, je moet voor de kinderen zorgen. Je moet voor je ouders zorgen. Dat wordt bij ons met de paplepel aan ingewerkt. Je bent vrouw en daar hoor je. Maar op een gegeven moment, je bent vrouw, je gaat je ontwikkelen. En je zit in de andere wereld en denk je, ja, ik hoor niet alleen daar. Ik hoor ook ergens anders. Dat is... dat zit in je of zit niet in je. En de vrouw waar het niet in zit, zit het wel erin, maar kunnen ze het nergens uiten. En dan is het denk ik aan ons, de vrouwen, die dan wel iets doen, om die erbij te betrekken. Ja. Oké, ja. Dan hoop ik dat lukt. En dat jullie meer vrouwen kunnen betrekken, alhoewel het schoonmakersparlement, dat is wel vrij gender... het is vrij verdeeld, hoor. Het is vrouwen ook. En ja, dus dat is wel mooi. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit ook in het leden van het parlement van de vakbond. En toen ik daar de eerste keer in ging, was echt letterlijk man, oud, blank. En ik dacht, van 100 mannen zaten daar misschien 20 vrouwen. En dan maakt het niet uit dan hoe je eruit ziet, want als vrouw ben je daar niet. En dat is in de loop van de jaren ook, zag ik veranderen. Dat is alleen maar mooi. Oké. Ja. Zijn jullie vaak op zoek naar nieuwe leden? Hoe doen jullie dat, het activeren? We blijven op zoek naar leden. We blijven op zoek. Dus dat doe je gewoon eigenlijk om praten op je werkvloer. Oké. Met je collega's. En
Dat is de enige manier wat helpt en dat is de enige manier waar je meer leden bij betrekt. Maar het is niet alleen leden, het is niet alleen word lid van de vakbond, maar doe iets met je vakbondswerk. Ja, word actief. Dan pas je het gevoel echt dat je een vakbondslid bent. Maar alleen lid worden en abonnementen betalen, ja, dat is dan... Wie is er eigenlijk allemaal welkom in het schoonmakersparlement? Want ik zag daar ook, ik weet niet of het in het schoonmakersparlement was of ergens anders, ook arbeiders zonder papieren, die daar ook welkom zijn. Ja, want wij vertegenwoordigen een groep domestic workers vanuit de vakbond. Ja. En in het schoonmakersparlement zitten daar te vertegenwoordigen dan, en dat zijn arbeiders zonder papieren. En ja. Waar wij elkaar in stimuleren is de strijd van... We nemen ze in de schoonmakerbranche omdat ze ook schoonmakers zijn. De strijd is voor de erkenning, voor bijvoorbeeld zelfde rechten, wat wij in het CAO binnenhalen, dat die mensen daar recht op hebben. In Parijs was er onlangs ook een heel succesvolle staking, waarbij de werknemers ook respect vroegen en betere lonen en al die dingen. En dat waren de kamermeisjes in Parijs, bij de hotels. Ik weet niet of je ervan had gehoord of niet. Ik heb van gehoord, ja. Ze hebben, hoeveel was het weer? 20 maanden gestaakt. Dus dat is ongelooflijk lang. Ja. En ze hebben gewonnen. Ze hebben serieus gewonnen. Dat was een historische overwinning. Wat doet dat met jou? Ik zie je helemaal glinsteren als je het hoort van de overwinning. Ja, dat is echt ongelooflijk. Wat doet dat met jou om zo te horen van in Parijs zijn er overwinningen, hier in Nederland hebben wij een overwinning. Wat doet dat met jou, zo die internationale... Dat geeft echt een kippenvel wat je zegt, omdat het overal voorkomt. En mijn strijd is om ook die strijd samen aan te gaan binnen Europa. Is dat dezelfde strijd? Of binnen de hele wereld dezelfde strijd. Het kan zijn, het verschilt misschien in issues, in dingetjes, maar de strijd voor respect en waardering en betere werk en betere loon, dat geldt vooral binnen Europa, is dat voor iedereen gelijk. En ik pleit er echt voor om die strijd samen aan te gaan. En dan kunnen we misschien ook binnen Europa dwingen om de regels te veranderen en de wettelijke binnen Europa binnenkrijgen voor die mensen, voor de cruciale beroepen. Het is niet alleen de schoonmaak. Ja. Oké. Katja, ik vond het een super interessant gesprek. Ik heb een andere laatste vraag voor jou om af te sluiten. Ik ben een jonge vrouw. Ik ben 24. Ik ben net beginnen werken. Als jij mij zou moeten overtuigen om in de vakbond te stappen, wat zou je dan zeggen? Het samen zijn. Ik kan samen met jou misschien de strijd aangaan, maar als we samen binnen de vakbond onze strijd bundelen, dan komen we er wel. Ondanks dat jij een hele jonge vrouw bent en ik wat ouder, samen kunnen we het doen. En jullie zijn de toekomst, hè? Jullie zijn de toekomst. Dat wordt wel eens vaker Wij gezegd. Wij moeten straks de vlagje overhandigen. Maar ik denk, de jongeren zijn helemaal klaar om de fakkel over te nemen. Nou, en mooi. De strijd gaat voort. Wij gaan door. Zeker. Wij gaan door. Ja. Dank u wel, Katje. Graag gedaan. Studio Solidair.